Vandaag zit ik aan tafel met Lily Huizenveld en Frank Kolaris. Ze zijn de oprichters van het bedrijf Blue Earth Innovations. Hun huis staat ook letterlijk in het veld. Ze wonen namelijk op Château Courtils, een heus kasteel met een woon-werkgemeenschap in het Belgische Blangy. Hun bedrijf Blue Earth Innovations heeft een eigen fabriek in Maastricht, waar ze samen met 8 medewerkers zeer bijzondere producten maken. Door kwantumfysische innovaties weten ze de kracht van de natuur te vertalen naar technische oplossingen voor essentiële levensfuncties van de mens, plant, dier en ook de aarde. Het vitaliseren van water is hierbij de basis. Naast allerlei toepassingen voor de consument zijn er ook grote en succesvolle projecten in de landbouw, de veeteelt, de industrie en ook in het MKB zijn er diverse bedrijven die er hun voordeel mee doen. Frank en Lily, van harte welkom. Dankjewel. Ja, dank je dat we hier mogen zijn. Ja, leuk. Dat is een return favor, want ik was ook al even bij jullie in Maastricht natuurlijk. Ja. En indrukwekkende bedrijf, vond ik. Groot fabriek. Wanneer is dat ontstaan en hoe ging dat eigenlijk? Nou ja, we zitten in dat brand zitten we in ieder geval nu bijna op de kop af, 5 jaar. Okay. Het is echt in mei zijn we dus daar gekomen. En toen was het pand eigenlijk helemaal uitgewoond, want het is gekraakt geweest. En daarvoor zaten we dus op Courtils. En daar gebeurde van alles. Hartstikke mooie dingen. En toen hebben we ook dat ontdekt eigenlijk, wat we nu aan het doen zijn, als het ware. Mm-hmm. Maar dat heeft ook weer een stukje voorgeschiedenis, want daarvoor had ik dus het bedrijf Evomotion en had ik de stichting Nieboeren Free Energy opgezet. Ja. En we zijn hier bij het bedrijf Evomotion in Maastricht. Dit is ons laboratorium. En daar deden we dus werken met motoren op water. Op kraanwater wel te verstaan, hè? Geen waterstof. En dat was schitterend. En toen was het me eigenlijk wel gelukt om voor 90% op kraanwater en 10% of 5% eigenlijk biomethanol om een motor te laten lopen. Spectaculair. Ja, absoluut. Dat was het ook. Ja. Ja. Maar het is wel zo dat door te werken zo met water, had ik wel een paar dingetjes ontdekt. Ik denk van, hey, dat is interessant. En ik ben een praktisch mens, dus ik kijk, ik zie en ik denk, wat ik zie, dat klopt gewoon. Want anders zag ik het niet. Weet je? Dus, ja. Dus vanuit een project met water injecteren in motoren, is jouw interesse voor water gewekt? Nou, de interesse voor water was gewekt inderdaad toen ik een YouTube-filmpje zag, maar dat is al heel wat jaartjes geleden, over watergas. Dus HHO, ja. Ook wel genoemd. Knalgas, ook wel genoemd. Ja. En ze deden dat in de motor heen spuiten. En ik vond dat fascinerend. Ja. I actually got an engine to run on water. There have been numerous attempts by real-life inventors to create a water-fueled car, a device that can produce fuel from water with no other energy input. Ja, dus ik ging in de kelder meteen aan de slag, joh. Dus een celletje bouwen, mijn eerste celletje bouwen. Oh, ja. En dat was wel grappig, want mijn zoon die was op een gegeven moment, die had ik even nodig voor assistentie. En ik had geen goede bubbler gemaakt. En ik zeg, Kevin, als je nou gewoon eventjes ook dat vasthoudt, ik steek het aan en dan moet jij dus die kant op duwen. Maar dat deed hij niet. Dus hij plaatste dat hij duwde, hij trok. Op een gegeven moment kwam dus een knal. Nou, en toen vlogen de stukken rond, joh. Zo. Dus toen was wel even zo'n momentje. Nou, zeker. En daar hebben we het nu wel nog over. Lachend natuurlijk, hè, want weet je nog. Weet ja, je? Ja, zeker. Maar toen we gingen verhuizen daar, vond ik pas de elementen die ik toen kwijt was geraakt. Dus zo in de kelder. Dus, dus ik was direct zeer onder de indruk. Ja, ja van de kracht en de absoluut, potentie. Absoluut. Ja, ja. Bijzonder. Ja. En was jij toen ook al in beeld, Lily? Toen nog net niet. Ah, ja. Toen nog net niet. En over welke periode hebben we het dan? Toen je dat deed? Nou, dat is 14 jaar geleden dat Frank en ik elkaar hebben leren kennen. Mm-hmm. Ja. En toen was jij daar al druk mee bezig. Toen was je al met die motor bezig op water. Ik heb ook een grote interesse en een grote verbinding met water. Dus dat kwam heel mooi samen. Ja. De techniek en de energie. Zo ging dat eigenlijk. Ja. En het ging al vrij snel, werd dat heel praktisch. Er kwamen allerlei hele praktische oplossingen uit. Ja. Huh?
Bij jullie op Château Quartier. Daar begon het. Ja. Daar begon het met. Ja, daarvoor al eigenlijk. Hè? Want ja, het is wel zo dat. Kijk, ik heb dus veel HO-cellen gebouwd. Mm-hmm. Hè? Dus ook vrachtwagencellen bijvoorbeeld. Dus hebben we best wel ver gekomen. En toen hebben we dus. Kasper Pompen is toen op ons pad gekomen van watergas.nu. Ja. En. De man komt van Rijkswaterstaat, Kasper. Mm-hmm. Heeft daar heel lang gewerkt en heeft een premie gekregen. En heeft gezegd, ik ga een TNO-rapport laten opmaken van watergas in auto. Nou, en die opdracht heb ik dus gekregen. Dus we hebben dus een Volkswagen Polo'tje gekocht en daar dat spul ingebouwd. Natuurlijk bij TNO hebben we diverse gesprekken gehad, want je moet een protocol maken van hoe ga je dat doen, hoe ga je het bemeten, zou ik maar zeggen. Nou, en dan komen alle wensen en dingen komen aan bod. Nou, sommige mensen konden ze niet inwilligen, maar sommige wel. Nou, maar dat is heel fascinerend om te zien hoe dat proces werkt. Weet je wel, hoe toch wel ingewikkeld eigenlijk, hè, om juiste meetresultaten te krijgen. Zonder dat je kan zeggen van ja, dit is een juiste meting. Mm-hmm. Hè? Dus daar heb ik wel heel erg van veel geleerd, moet ik wel zeggen. En daar doe ik nu nog steeds mijn voordeel mee. Dat snap ik, ja. Met dat stuk. En dat was voor Blue Earth Innovations nog? Ja. Zeker. Ja. Dus dat hebben we allemaal gedaan. Dus daar hebben we ongelooflijk veel van geleerd. Mooi, dus, hoor. Ja. En met welk product is Blue Earth Innovations begonnen? Dat is een goeie. Dat is eigenlijk met het ei. Is dat geweest? Eerst de elixir. Ja, ah, ja. Dus het water wat jullie hebben gevitaliseerd. Ja, dus niet de vitalizer, maar het water. Ja. Nou, kijk, het water is de rode draad. Mm-hmm. Hè? Dus het water, daar draait het eigenlijk om. Ja. Hè? Dus dat is eigenlijk de motor, zal ik maar zeggen. Waardoor informatie gedeeld kan worden naar anderen. Hè? Dus naar jou of onder water, et cetera. Dus, water als informatiedrager. Ja, exact. Ja. Ja. Alleen toen, dus helemaal in het begin hadden we nog helemaal niet geen idee hoe dat elixir water, weet je wel, hoe krachtig dat was. Ja. Pas naar de hand hebben we geleerd eigenlijk van wat het eigenlijk allemaal kan en doet. En volgens mij hebben we nu nog steeds nog maar een klein beetje. Ja. Echt wel. Ja. Ik kan me voorstellen als er zoveel kracht loskomt. Ja. Want even wat ik begrepen heb, is dat met jullie vitalizer, dat is niet een filter. En toch zijn alle chemicaliën eruit. En zonder afval. Ja. Ik ben benieuwd van wat voor. Ja? Dan moet ik even een nuance aanbrengen. Ja? Kijk, het is zo dat we hebben dus een kleine vitalisator. Die is eigenlijk voor thuis bedoeld. Ja. Ja? Nou, die vitalisator haalt 90% van de negatieve informatie haalt hij weg. Mm-hmm. In 5 seconden doet hij dat ongeveer. Dus dat gaat razendsnel. Ja. Maar het water gaat er maar 1 keer doorheen. Mm-hmm. Ja? Als je het vaker er doorheen laat gaan, dan verdwijnen die laatste 10% ook. En dan, dat zijn dus die chemische resten. Ja. En die kun je dus ook niet meer traceren. Die zijn gewoon weg. Dat is bijzonder. Ja? En wat voor, want ik begreep ook dat je daar metingen op hebt laten doen die dat ook aantonen. Heel veel. Wat voor soorten metingen moet ik me dan bij voorstellen? Noem het maar wat. Wij bijvoorbeeld met Schiphol hebben samengewerkt. Ja. Om ook dit voor elkaar te krijgen. Omdat Schiphol heeft een enorm groot probleem op PFAS-gebied. En PFOS moet ik eigenlijk zeggen. Dat is een ander stofje. Hè. Dat is gebruikt als een blusschuim. En dat hebben ze sinds 1960 al gebruikt, zo ongeveer. Okay. Weet je, dus daar zitten enorme hoeveelheden zitten in de grond en in het water. Nou, daar hebben we dus testen mee gedaan. Dus daar hebben we ook rapporten van, dat dus positief is eruit gegaan. In de zin dat de vervuiling weg is gegaan? Weg is, ja precies. In het water rond Schiphol? Nee, alleen het water wat we hebben gekregen. We hebben geprobeerd. We hebben dus testen gedaan natuurlijk. Nou, we hebben dat ook laten valideren door Synlab. Synlab is bij ons geweest, heeft dat hele proces bekeken. Mm-hmm. Is goed gedaan, hè, dus zonder dat wij daar iets aan konden doen. Hè, dus dat werd door onafhankelijke partijen werd dat bekeken van oké, hoe hebben jullie het gedaan? Nou zo, dat gaat bemeten worden. Dus goed, daar is iets uitgekomen. En toen vond Schiphol natuurlijk wel ons heel erg interessant. Ja, snap ik. En wij ook natuurlijk. Maar het is nooit van een samenwerking gekomen. Omdat we blijken toch niet helemaal compatible te zijn. En, in welke zin? In de zin van dat ik heb eigenlijk weinig zin om
miljoenen aan te nemen en dan is het niet meer van jou. Dan, dan gaat het eigenlijk alleen maar om de centen. En ik had eigenlijk één eis, eigenlijk, die had ik echt duidelijk gesteld. Van als we dit gaan doen, dan gaan we een stichting beginnen. Een stichting wordt geopend. En een heel klein deel van de winst, moet je nagaan, hè, dus nog niet zoveel, hè, een heel klein deel van de winst, gaat in die stichting. En in die stichting hebben we dan geld om natuurgebieden schoon te maken waar geen geld voor is. Oh, wat gaaf. Weet je? Ja. Maar dat wilden ze niet. Ongelooflijk, hè? En toen had ik zoiets van, nou, dan ben jij niet de juiste partij. Nee. Want het is niet mijn visie. Nee. Nou, sterk dat je daar dan voet bij stuk houdt als er zoveel geld lonkt. Nee, voor mij is dat gewoon een non-brainer. Ja? Ja, absoluut. Ja, fijn. En was dat ook je bedoeling toen je dat ging maken? Dat je zonder filter alles eruit zou halen? Nee joh. Nee joh, daar kom je achter. Dat is gewoon, kijk, ik ben een doener. Ik doe dingen. Hè? Dus ik bouw, ik ben bezig. Nou. Dus op een gegeven moment hadden we dus dat elixirwater. Nou. En dat elixirwater was heel bijzonder. Dus we verkochten dat aan mensen. En mensen gingen er allerlei dingen mee doen. En we kregen dus hele interessante feedback van die mensen. Van, ja, wat gebeurt er nou eigenlijk? Dus wij leerden doordat mensen daarmee aan de slag gingen. En wat voor feedback moet ik me dan voorstellen? Wat kreeg je dan aan feedback? Nou, de eerste feedback, Frank, om even je aan te vullen. Het was eigenlijk eerst bedoeld als gezondheidsproduct. Ja. Ja. Wij zijn ook een hele tijd daarmee bezig geweest. Het heeft echt een hele tijd geduurd voordat we het proces geperfectioneerd hadden. Mm-hmm. En op een gegeven moment, nou, dit is wel al goed, maar het kan nog beter. Ja. En op een gegeven moment hadden we zoiets, zo, dit is het. Nu is het klaar. Dit klopt. En toen kwamen we erachter dat het heel krachtig is. En dat je eigenlijk dus dat het niet bedoeld is om daar grote hoeveelheden van te gaan drinken. Want dan ga je dus heel heftig ontgiften. Mm-hmm. Maar ga je gewoon een klein beetje innemen. 125 milliliter per dag. Hè, dat is zo'n klein borrelglaasje. Dan ga je mooi ontgiften. En dan gaan mensen met bijvoorbeeld de ziekte van Lyme gaan zich beter voelen. Mensen met chronische vermoeidheid. Dat wordt opgelost. Eigenlijk allerlei zwakke plekken in het lichaam hebben mensen ons laten weten, hé, ik ben helemaal bijeenkomen, ik ben het herstellen. Dus daar begon het mee. Hè? Daar verkochten we het eigenlijk voor. Ja, dat was de bedoeling. Dat was de eerste bedoeling. Ja. Maar ja, toen bleek ineens van dat er ook andere dingen gingen gebeuren. Dus we kregen reacties van mensen van, goh, ik vind het zo fijn, dat water. Ik heb het gevoel dat ik die fles steeds wil vasthouden. Ik leg hem in mijn bed neer, zei ook iemand, of meerdere. Want ik voel dat ik dan beter slaap. Nou, toen ging die fles open. Dat was echt niet handig natuurlijk. Nee. Nat bed. Oeps. Ja, dat soort gekke verhalen. Van, er staat een fles in de kamer, want ik voel me daar beter bij. Maar ja, niemand mag eraan komen, want ik voel dat ik hem daar wil hebben staan. Nou, dat soort gekke verhalen. Ja. Nou, eerst denk je, oh, dat is een leuk verhaal. Maar er komt er nog één, er komt er nog één. En op een gegeven moment begint het gewoon op te vallen. Van, oh, er is iets meer aan de hand hier. Ja. Dat is echt heel grappig. Ja, en omdat dat maar bleef komen, toen had Frank ineens zoiets van, goh, we moeten hier iets op bedenken. Ja. Schijnbaar is hier iets aan de hand wat we toen op dat moment nog helemaal niet begrepen. Maar misschien moeten we het dan maar in een andere vorm gieten. Kijken of we het water ergens in kunnen doen, zodat mensen het inderdaad neer kunnen zetten. Mm-hmm. Dus hij had die ingeving een ei. Ja, ja, moest in een ei. Ja. 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 Gewoon, vraag me niet waarom. Ja, en het kwam dus goed uit, want wij wonen op Château Courtil, zoals je al zei. En we hebben daar loopeenden. Prachtige Indische fleseenden zijn dat. Nou ja, die hebben leggen natuurlijk prachtige eieren. Die zijn wat groter dan een kippenei. Ja. Die zijn ook wat sterker. Dus wat hebben we gedaan? Nou, is uitgeblazen, schoongemaakt, gevuld met het water. Oh, ja, wat nu dan? Oh, ja, het ei is poreus. Water loopt eruit. Ook niet handig. Ja. Oh, wacht. Nee. Nou, nee. Moet er een laag omheen. Dus Frank heeft een hele tijd daarmee geëxperimenteerd. Van hoe moet dit nou gaan worden? Ja. Begin met helemaal hopeloos van, ik denk dat ik maar stop. Toen zei ik tegen hem, nee, niet echt, je moet doorgaan. Je moet gewoon doorgaan. Het lukt je wel, weet je wel. Nou, en op een gegeven moment had hij het gewoon. Hè? Dus met een aardelaag eromheen. Echt ontzettend mooi is het geworden. Ja, het ziet er heel mooi uit. Ja.
En ja, dat is dus, dat was toch wel rond de periode, ongeveer een jaar of 8, 9 geleden is dat geweest. Zo ongeveer. Ik heb ooit één iemand gesproken die zo'n ei had van jullie. Ja. En die had hem weggegeven als cadeau aan mensen die wat meer dieren hadden. En die heeft hem in de stal gelegd. En alle dieren zijn er omheen gaan liggen. Toen het huis voor het eerst. Toen de ei voor het eerst in de stal lag. Mooi. Mooi, hè? Ja, mooi. Prachtig. Ja, ja, dat verhaal die ken ik wel. Die heb ik vaker gehoord. Dat de kat bijvoorbeeld, die ging dan eromheen en andere dieren. Dus ja, prachtig. Ja. Mooi. Maar, want de vraag was voor jou: van hoe was dat dan gekomen dat het met dat. Dat het verdwijnt, zou ik maar zeggen. Yeah. Ja. Nou, dus ik had dan op een gegeven moment zo'n ei. En in die tussentijd waren we bezig van, we willen op Kortiels willen we zelfvoorzienend zijn. Yeah. En nou, we gebruiken nogal wat water. Dus we hadden zoiets van, weet je wat, we gaan een eigen waterzuiveringssysteem bouwen. Yeah. Niet wetende van dat het op deze manier kon, maar gewoon van, oké. Ik ging me er dus voor interesseren. Ik ging dus mijn onderzoek doen. Yeah. En het eerste ding wat ik kocht was dus van Hanna Instruments. Dat was zo'n klein testapparaatje, met poeder moet je dat dan doen. Dan kun je dus ortofosfaat meten. Mm-hmm. Dat zijn eigenlijk zeperen, dat zijn chemische zepen. Dus de chemische kant van zepen. En er zit er nog wat in, want dat water wat we krijgen van Kortiels, dat is eigenlijk van een beekje. En dat beekje dat komt van een dorpje Mortier en daar hebben ze geen riolering. Okay. Dus alles wordt geloosd. Yeah. Ja, en als je gaat kijken, water wat geloosd wordt, zit heel veel zepen in. Van de afwasmachine, vaatwasser, douchen, noem maar op. Hè? Altijd zeep. Nou, dus dat was een hele makkelijke methode om te meten van hoe groot is die vervuiling. Ja. Nou, ik had dus zo'n flesje. Ik was daarmee aan de slag gegaan. Op een gegeven moment had ik zo'n gek idee zo van, ik zet dat flesje eens een keer op een ei. Oh ja. Ik veel. Ik deed dat gewoon. Ja. En meten. Ik dacht, verrek, het is minder. Nog een keer. Nog een keer. En toen dacht ik, verrek, dit werkt. Maar ja, hoe dan? Hoe maak je daar een product van? Hoe maak je van dat? Hè? Nou, dus toen begon het spel hè, van jongens. Dus ik heb heel veel vitalisators gebouwd eigenlijk, voordat ik het echt te pakken had. En het is toch nog eigenlijk snel gegaan eigenlijk als het ware, maar toch. Hè, dus je bent bezig. En toen was het gepiept eigenlijk. Ja, dus. En nu, ik begreep dat je met de Aqua Vita Blue Mini, geloof ik. Of Pure de, Blue Mini. Pure Blue Mini. Ja. En dus nu iets heb gemaakt ook voor landen waar chloor in het water zit. Ja. En waar het echt vies smaakt ook. Ja. Je daar alles nu kan uithalen. Ja. Nou, dus het interessante is eigenlijk dat ik was erachter gekomen dat chloor het eigenlijk het eerste chemische deel is wat heel snel verdwijnt. Uh-huh. Dat is echt minuten zelfs, soms in sommige gevallen. Ook qua smaak. Absoluut. Ja. Qua smaak. Hè. Dus, maar dan ga je meten. Ja. En toen zag ik meteen, dat was meteen weg. Goh. Dat was het eerste chemie-stukje. Zonder filter. Zonder filter. Het doorheen gaan. Ja. En dan meet je voor die tijd. Ja, dat is wel meerdere keren. X percentage chloor. Ja. En dan meet je na die tijd geen chloor. Ja. Echt wel gaaf. Ja, bizar joh. Ja. Dus echt. Nou, het is wel zo natuurlijk dat. Kijk, heel veel mensen hebben dus iets van. Ja, het zal wel. Ja. Weet je. Hoe dan? En ik ben natuurlijk heel lang bezig geweest met kijken van. Ja, hoe verklaar je dat? Ja. We hebben natuurlijk al goede verklaringen daarvoor, maar die bevinden zich wel in een deel van wat in de mainstream niet echt geaccepteerd wordt. Weet je? Dus ik ben verder gaan zoeken om te kijken van hoe kun je die twee werelden, want daar gaat het eigenlijk om, hè? Hoe wil je die twee werelden bij elkaar laten komen? Hangt dat niet naar kwantumfysica? Tuurlijk, het is kwantumfysica, absoluut, zonder enige twijfel. Maar dat is ook wetenschap. Zeker. Maar dat, zeker dat is een lastige wetenschap inderdaad. Nee, dat klopt. Ja. Maar het punt is, waar het mij om gaat is dat, kijk, ik ben niet hier om bijvoorbeeld om een gelijk te halen. Nee. Weet je wat? Dus ik ga niet naar een universiteit en zeg van, of ik wilde een prijs hebben daarvoor. Zo is het. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om dat je hebt een oplossing en die wil je zien dat mensen die kunnen gebruiken, die oplossing. Het moet bij de mensen komen. Het moet bij de industrie komen. Daar hoort het te zijn. Ja, weet je? Nou, dus, maar je wil dus die brug slaan. Ja? Nou, hoe doe je dat? Dus, dat doe je dus door proberen om te kijken van, kunnen wij dezelfde taal spreken? Mm-hmm. In dit geval. Ja? Dus, want anders is het zweverig en dan raak je iedereen kwijt. Wat voor weg heb je daarin afgelegd? In de zin van, als je ziet
hoe dat was, het contact met overheden en grote bedrijven toen jullie begonnen en hoe dat nu is. Kun je daar iets over vertellen? Ja, dat is ook wel heel interessant eigenlijk wel, want kijk, je ziet dat er is een spanningsveld. Ja. Hè? Je ziet dus dat mensen eigenlijk wel, ze worden heel erg enthousiast. Ja. En dan vaak daarna kakt het eigenlijk in, zo van, oh shit, hoe moet ik dit uitleggen? Dit kan ik niet uitleggen. Ze dus moeten een soort van hun nek uitsteken op het moment dat ze ervoor zouden willen gaan staan. Exact. Om daadwerkelijk harde pegels in te gaan zetten om dit te gaan doen. Ja, en dan voelen ze dat ze gewoon... Kijk, degene die je treft, dat zijn meestal de techneuten. Hè? Ja. Die gaan dan daarop in. Maar dat zijn niet de beslissingsmensen. Die maken geen beslissingen. Dus die moeten dat uitleggen aan degene die de beslissing neemt. Ja. Die de centjes heeft. Die zegt, ja, het zal wel. Je hebt je wat voor laten spiegelen, wat niet klopt. Dus je moet nog meer doen aan meten, bemeten, duidelijk verhaal. Nou is het voordeel dat het systeem wat we hebben, het ziet er ook eigenlijk heel industrieel uit. Ja. Dus dat helpt natuurlijk ook wel. Hè? Dus het is natuurlijk ook industrieel. Ja. Maar het is zo dat toen ben ik gaan zoeken... Eigenlijk van, want we gingen een folder maken van Pure Blue Mini. En was dus van, nou moeten we met een goed verhaal komen. Waar de mainstream zegt, dit kan geaccepteerd worden. Ja. Ja, en toen ging ik daar induiken van, Wikipedia. Wat zegt Wikipedia over de atomen en de neutronen en protonen? En over de gluons en over, dat doen ze dan best wel weer goed. Maar toen ben ik erachter gekomen dat in het mainstream verhaal eigenlijk gewoon de oplossing zit. Okay. En dat is ook wel komisch eigenlijk, want dan denk ik van maar er is ook een contradictie, hè? Want ze zeggen aan de ene kant van, transmutatie kan eigenlijk niet, maar aan de andere kant, maar het gebeurt eigenlijk wel. En dan denk ik, oh wacht even, je zegt nou twee verschillende dingen. Dan komt het dan omdat ze tegen de kwantumfysica aanschuren in waar het wel kan? Ik denk dat het te maken heeft met een soort van angst. Een soort van angst dat je moet toegeven dat je niet alles weet. Mm-hmm. Ja. Dat er ook dingen zijn die we niet direct weten. Hè? En dat heeft eigenlijk ook, en dat vind ik ook zo interessant met kwantumfysica. Bijvoorbeeld, want in de kwantumfysica dan wordt uitgelegd van, oké, als je dit doet, gebeurt dat. Ja. Ja? Maar als dan iemand zegt van, maar waarom gebeurt het dan? Dan is het ijzig stil, want dat gaan ze niet onderzoeken. Dan denk ik, waarom onderzoeken ze dit niet? Waarom doen ze dat niet? Nou, simpelweg omdat het zou nog wel eens heel raar kunnen zijn wat eruit komt. Ja, zeker. En ik denk ook dat we niet altijd de juiste meetapparatuur hebben of de juiste taal. Het ontbreekt het aan de juiste taal. Ja. De juiste bewoording. Ja. En wat heb je nou aan verschil gemerkt in hoe er vroeger tegen aangekeken werd vanuit overheden en bedrijven en nu? Het is een tweedelig. Aan de ene kant is het zo dat dat een soort van moeten is nu. In welke zin? In de zin van dat, kijk, als je gaat kijken op drinkwatergebied bijvoorbeeld, dan zie je dus dat er een aantal datums zijn die nog wel belangrijk zijn. Mm-hmm. En dat komt vanuit de Europese gemeenschap, Europese Unie. Data waarop dan? Bijvoorbeeld, dan moet er 19. Ja, dus in 2027 gaat een regel in. Ja. Dan moeten dus, dit soort systemen moeten dus gecertificeerd worden. Ja? Oh, ja. En dus nu eigenlijk in Nederland is er geen certificeringsorganisatie om drinkwatersystemen te testen, of in ieder geval te certificeren. Is er niet. Ja. Dus dat is ook een beetje een raar iets, maar goed. Maar er wordt ook gezegd, van, dan moet dadelijk zometeen, mogen geen medicijnresten meer erin zitten. En heel weinig PFOS'en. Dus echt, die norm wordt zodanig verlaagd, dat iedereen een beetje nagelbijtend al zo van, oh shit, dat wordt spannend. Ja. En dan heb je een periode tussen 2027 en 2032. Ja, dan heb je eigenlijk een overgangsperiode. Hm. Ja, maar daarna wordt het gewoon eigenlijk wet. Okay. Ja, en dus dan staan de bedrijven te kijken. Ja, maar we kunnen het nu niet. Mm-hmm. Het lukt gewoon niet. Ja. Ja? En als het lukt, dan is het vaak of veel te duur. Bijvoorbeeld, je kunt PFAS wel afvangen met bijvoorbeeld actieve koolstoffilters. Dat lukt ook wel. Niet helemaal, maar gedeeltelijk. Hè? Ja. Dan moet je die koolstoffilters. Ja. En dan heb je dus PFAS in koolstoffilters. Ja. Die gaan naar de verbrandings over. Ja, en bovendien krijgen ze er ook niet alles meer uit, hè, Frank. Nee. Wat je dus eigenlijk nu ziet, is het PFAS-probleem is heel groot geworden. Ja.
Ha, het is de kippen bekend. Van Tante Sjaan, die kun je ook al niet meer opeten tegenwoordig. Ja, het is echt bekend. En dus het is een groot probleem en ze hebben geen oplossing. En vandaar zijn ze wel geneigd om ons nou een kans te geven. Dat doen ze dus nu. Okay, ze zeggen gewoon, ja, ik weet het niet meer wat ik moet doen. Jullie hebben blijkbaar een oplossing, laten we het proberen. En dan zie je dus dat ze wel blij zijn met de oplossing. Dus dat het hun dan ook niet meer uitmaakt. Hè? Dat ze gewoon zeggen, bijzonder. Maar ik hoef het niet te begrijpen. En eerlijk gezegd zijn er ook steeds meer mensen die dus gewoon zeggen, ja, ik wil dit. Ik wil dit hebben. Ja. En dan ook heel veel via mond-op-mond reclame. Die gewoon, de ene vertelt gewoon, hé, ik heb hier een fantastisch resultaat. Of die heeft een vitalisator van ons in huis. En iemand die op bezoek komt, die zegt, hé, wat heb jij voor een heerlijk water? Ja, en zo gaat het dus eigenlijk. Ja. En dan denk ik, ja, dat is ook het beste wat je kan hebben eigenlijk. Dat mensen het gewoon zelf ervaren. Zeker, zeker. Ja. Even terug naar de PFAS'en. Ja. Wil je nog even iets daarvan vertellen met de verbranding en de verbrandingstemperatuur? Ja, want dat is ook zoiets, hè. Ja. Kijk, een PFAS, die kun je ontbinden. Dat zijn temperaturen van rond de 1700 graden Celsius. Dan ontbindt een PFAS? Ja. Oké. Okay. En een vuilverbrandingsoven haalt die temperatuur never nooit niet. Nee, dat gaat 300-500 max, ja, zoiets. Ja, precies, ja, inderdaad. En dan is het al heel hoog. Ja. Het kost gewoon veel te veel energie. Ja. Dus het is gewoon een PFAS komt gewoon door de schoorsteen naar buiten. Dus als PFAS gaat verbranden, dan is het eigenlijk gewoon de uitstoot in de omgeving. Ja, je verspreidt het. En daarom kun je de eieren van Tante Sjaan niet meer eten. Ja, exact. Ja. Daarom vind je het spul ook overal. En dit is bekend. Dat is zeker bekend, ja. Ja, maar dat is het probleem. Hè? Wie spreekt het uit? Niemand durft het uit te spreken. Hè? Kijk, Vitens heeft bijvoorbeeld een tijdje geleden toegegeven dat elke bron die ze hebben, zijn allemaal al besmet met PFAS'en. Hij is de enige die dat heeft gedaan, de rest houdt stevig zijn mond. Ja, ja. Dus er wordt zoveel gelogen rondom dit thema. Ja. Niet alleen PFAS ook, maar medicijnresten en dat soort dingen. En kijk, dus wij hebben een mantra in Nederland. Hè? We hebben het beste water van de hele wereld. Ja. Nou, dat is bullshit. Ja. Dat is gewoon niet waar. Ja, je meet het gewoon niet. Nee, precies. Want dat is het. Daar was ik ook nog benieuwd of jullie ook skepsis hebben ontmoet. Want als ik bijvoorbeeld op het drinkwaterplatform lees, daar staat gewoon een artikel. Waterfilters of watervitaliseren, die zijn overbodig. En ik lees even voor. Medicijnresten, chloor, fluor, zware metalen, pesticiden. Als je sommige producenten en verkopers van waterfilters moet geloven, zitten er allerlei ongewenste stoffen in ons drinkwater. Een waterfilter haalt ze er allemaal uit. Maar zo'n filter is in Nederland totaal overbodig, zegt Roberta Hofman, senior onderzoeker waterbehandeling van het KWR. En ze gaat verder. Het Nederlandse kraanwater is van uitstekende kwaliteit. Daar hoeven we zelf helemaal niks aan te verbeteren. Drinkwaterbedrijven zuiveren vrijwel alle verontreinigingen uit het water. Daarnaast zijn we een van de weinige landen die geen chloor of fluor aan drinkwater toevoegen. Om de kwaliteit te waarborgen wordt kraanwater ook nog eens voortdurend gemonitord. Dus dat kan, hè, dus dat is, en dat is niet het enige wat ik vond. Dus dat is een soort het mantra wat jij even noemde. Die is best wel fors. Ja, want dan word je gewoon, als je als burger waar je geen verstand van hebt, dan denk je van nou, heerlijk. Ja, het is gewoon goed geregeld. Maar jij zegt dat dat anders is. Maar jij komt in de praktijk iets anders tegen. Nou ja, dat is het punt. Kijk, omdat wij in de praktijk zitten. We zitten in de praktijk. Ja. Dus we ontmoeten juist mensen in waterschappen. We hebben daar gesprekken mee. Ja. We zien die data. Dat kan een burger. Een burger ziet die data niet. Wij zien die data nu wel. En waarom? Omdat ons gevraagd wordt daar iets aan te doen. Omdat het een groot probleem is. Het is gewoon een gigantisch groot probleem. Dat is echt waanzinnig. Dus waarom worden we anders gevraagd? Ja. Dan is dit hier wat wij zitten te doen, is compleet zinloos. Ja. Dan ga ik iets anders doen, joh. Ik kan mijn tijd beter besteden dan. Ja. Maar het is gewoon niet waar. Nee. Hè, dus hoe je het noemen? Ik bedoel, bijvoorbeeld, er is nu een bedrijf, een paar dagen geleden trouwens heb ik dat bericht gelezen. Er is een bedrijf, ik weet niet precies de naam, maar die hebben dus nu 5 systemen afgeleverd. 5 ziekenhuizen hebben een systeem wat uniek is in de hele wereld en die haalde medicijnresten eruit. Oké. Okay. Ja, uit het water. Waarom? Ja. Omdat we weten, en er zijn ook genoeg krantenberichten al geweest, dat er te veel medicijnresten in het drinkwater zitten. Dus ze hebben zoiets van, dan kun je ze beter aan de voorkant eruit halen. Ja. Dus ziekenhuizen hebben dat systeem. De bedrijf is failliet gegaan. Hoe kan dat? Hoe is het mogelijk, hè? Ja. Ja. En wat is jouw hypothese daarover? Ik denk dat die systemen veel te duur zijn.
Okay. Het punt is namelijk dat je, kijk, je werkt met bio op biogrond. Dus je werkt met bacteriën om dat spul eruit te krijgen. Want dat lukt je niet met gewone normale filters. Dat gaat helemaal niet. Hè? Nee. Je kunt filter niet targeten om specifiek die stof eruit te halen. Mm. Wel met een bepaalde reactie, maar dat is een ander verhaal. Dus daar moet je bacteriën voor gaan inzetten. En het probleem is dat dat water is... volgens mij is dat systeem zo fragiel... Mm-hmm. En trouwens, dat horen we van andere bedrijven ook... Dat gaat niet altijd goed. Dat gaat dan fout. En dan moet weer zo'n hele bacterie... bevolking weer eigenlijk opgezet worden. Dat kost ook heel veel geld. Ja. Dus ik denk dat ze gewoon vergrabbeld hebben... aan de kosten van het systeem. En, want alle systemen staan nu gewoon stil. Goh. Bijzonder hoor. Hoe is het mogelijk, hè? Ja. Dus als we geen probleem hadden, was dat allemaal... Wat? Dan zouden de ziekenhuizen gewoon niks... Nee, dat doen we voor de joekje al. We geven 11 miljoen euro uit voor een niet bestaand probleem. Ja, bizar. Oh, kwam je natuurlijk hele maffe problemen tegen. En maar voor jullie eigen bedrijf, wat zou je nou benoemen als de grootste uitdaging... die je in Blue Earth Innovations bent tegengekomen? Ja, dat blijf ik herhalen. Dat is eigenlijk niet de techniek. Maar dat is eigenlijk de acceptatie van de mens. Oké. Okay. Ja. En dat heeft echt met... het heeft ook met ego te maken. Mm-hmm. Absoluut. Dus kijk, want als je data hebt... Het is gewoon keiharde data. Yeah. Hier, dit is trend en dit komt eruit. Yeah. Ja. Nou, en dan kun je zeggen van... Oké, toevallig treffen. Nou nee, er staat een systeem in België. Het draait al 6 jaar. Ja. Yeah. Oh, dus jullie doen dat al langer. Ja, meer dan 6 jaar eigenlijk. Ja. Succesvol. Ja? Ja. Dus het is niet van een toevalstreffer. Nee, het wordt elke seconde kunnen we het meten. Ja. Dat het gebeurt. Maar kun je het accepteren dat het zo is? Dat is het probleem. Ja, precies. Hè? Kun je accepteren dat dat wij iets hebben uitgevonden wat op een natuurlijke kracht werkt, wat eigenlijk in de natuur ook heel normaal is, want in de natuur worden die stoffen eigenlijk ook geëlimineerd. Ja. En daar is een natuurlijke methode voor. Nou, die methode die hebben wij dus gevonden. Wat dat precies is. Ja. Alleen het punt is, wij hebben zoveel rotzooi stoppen in de natuur. Die kan het ook niet meer verwerken. Nee. De hoeveelheden zijn gewoon te groot. Ik ben ook heel benieuwd naar jullie landbouwproducten en ervaringen. Hm. Hè, want Blue Earth, de blauwe aarde. Hm. Daar doen jullie zeker ook dingen in. Kun je daar iets over vertellen? Wat moet ik me bij voorstellen bij jullie landbouwproducten? Wat zijn het voor producten en wat voor resultaten krijg je daarvan? Ja, nou ja, we hebben dus het ei wat je in de grond stopt. Hè? Dus ja. Dat is dan ook omhuld hè, met... De Vita Earth, heet die? Ja. En ja, die stop je dus in de grond. Ja. Ja, en dan krijg je dus hele interessante dingen te zien. Hè? Er gebeuren dus allemaal dingen. Dus je bodemleven, dat gaat weer echt tot leven komen. Okay. Dus je ziet dus eigenlijk ook dat de grond bijvoorbeeld losser gaat worden. Hm. Puur omdat er dus eigenlijk meer leven komt. Hè? Wat dus die grond losmaakt. Dit is de Vita Earth. Dat was een van de eerste creaties na de energieeieren. Is eigenlijk ontstaan vanuit de vraag van boeren. Van, goh, hebben jullie ook iets voor ons om de aarde te helpen en de planten te helpen meer levenskracht te krijgen, zodat je daardoor minder chemische stoffen hoeft te gebruiken. Dus daar hebben ook heel veel testen mee gedaan. En dat werkt dus heel goed. Hè? Je graaft zo eentje in, 80 centimeter diep in de grond. En deze heeft een rijkwijd, een straal van 20 meter waarin die werkt. Dan pak ik er nou 5 die ik in een vijfhoek zet op een pentagram. Dan heb ik toch maar 5 nodig voor een hele hectare. Ja. En we hebben dus eigenlijk heel vaak nu al gezien dat inderdaad de aarde gewoon beter wordt eigenlijk, zachter wordt, hoe zou ik het zeggen, meer humusvorming, hè? Meer lucht in de aarde. En de planten die gaan heel mooi groeien, die zien er heel levenskrachtig en gezond uit. Nou, dat hebben we dus op Cortiels ook gezien en gedaan, want we hebben dan eens mais gekweekt. En aan die mais die hebben we dus geen voeding gegeven. Dus, dat hebben we 3 jaar achter elkaar gedaan. Mm-hmm. En na die 3 jaar, dus we hebben elk jaar hebben we bodemmonsters laten nemen. Ja. Voor en na de teelt. Ja. Eurofins heeft dat gedaan. Mm-hmm. En daarmee hebben we kunnen laten zien, de data, dat er in plaats van steeds minder mineralen, steeds meer mineralen aanwezig zijn. Bijzonder. In de bodem. En dat terwijl er op een aantal posities, een aantal
van jullie producten in de grond zijn begraven. Ja. Moet ik dat zo zien? Ja, exact. Ah, ja. Ja. Dus en we hebben heel veel testimonials van mensen die bijvoorbeeld een tuintje hebben en daar de meest wonderlijke dingen hebben meegemaakt. Waar is dat dan? Nou ja, je ziet gewoon bijzonder levenskrachtige planten. Ah, ja. Dat was bij de mais ook heel mooi om te zien. Die boer zei ook van wauw. Dit heb ik nog nooit gezien. Zo'n mooie bladeren, zo'n mooie planten, zo'n mooie mais. Wow. Ongelooflijk. Ja. En die reacties krijgen we inderdaad heel veel van mensen terug. Dat ze zeggen, ik heb ineens zo'n enorme kolen. Ik weet niet, en die plant blijft maar doorgroeien. Hè. Ik had dat bij mijn eigen moestuin ook. Had ik dat ook gedaan. Huh? En dan zag ik gewoon mijn broccoli. Die ging gewoon de winter door. En die bleef maar geven en geven. Ik denk, wauw. Dus bijzonder. Hè? Dit soort ervaringen. Dat wordt constant verteld aan ons. Ja, en hoe groot is dat als ik dat mag... He, want ik denk dan dat is hartstikke gaaf en dat zou je moeten willen. Want als ik het goed begrijp, dan heb je een betere opbrengst en je hoeft minder chemicaliën te gebruiken. Ja. Het is gezonder en je wordt er blij van. Hoe groot is dat? Zijn dat druppeltjes met her en der een hectare? Of zijn er echt wel meerdere grotere bedrijven die dat echt structureel inzetten? Er zijn meerdere bedrijven die er structureel inzetten, inderdaad. Dus echt van echt door de hele linie, hè, van de hele agrarische sector, zou ik maar zeggen. Dus okay. We hebben nog wat data. We hebben dus ook zelf bij een boer hebben we dus testen laten doen. Hm. En dan echt op bijvoorbeeld aardappelen, wintertarwe en uien. Ja. En dus 10 hectare een nulveld, 10 hectare de eieren erin, 10 hectare de eieren en de elixir eroverheen. Oh, nou, dat rapport is in te zien. En mensen kunnen dat, als ze dan iets meer willen weten, kunnen we dat digitaal toesturen. Dat is ook wel misschien leuk om te zien. Ja. En dan zie je dus gewoon duidelijk dat er dus enorm grote verschillen zijn in opbrengst. Ja, dus opvallend is dat gewoon de opbrengst sowieso hoger is dan bij de normale landbouw. Okay. Dus ik had zoiets van, dat is al geweldig. Ja, zeker. En als het nou hetzelfde was het al geweldig, maar het is beter. Ja. Het was tussen de 3% en 33% ongeveer, als ik het goed onthouden heb, bij de verschillende producten. Dus 33% is natuurlijk giga verbetering. Ja, nou, dat is ongelooflijk. En wat heel interessant was, was eigenlijk de aardappel. Ja. Okay. Het bleek dus namelijk dat, dat we in september hebben gerooid, dus half september was gerooid. En dat normaal, als je in half september rooit, dan heb je nooit eigenlijk een goede aardappel, zou ik maar zeggen. Dan heb je heel veel kleine aardappeltjes. Ja. Mm-hmm. Deze aardappelen waren tussen de 4 en de 7 centimeter. Zonder uitzondering. Ja. En het punt is, en dat vond ik ook wel zo typisch. Ze zijn ook heel ziektegevoelig, hè? Ja, absoluut. Ja, absoluut. Maar het punt is dat, als je gaat kijken naar bijvoorbeeld, als je het hebt over oplossingen. Nou, nu heeft de overheid bijvoorbeeld gesteld dat de aardappel voor oktober gerooid moet zijn. Ja, en want vanwege stikstof. En dan moet er meteen een groen bemester komen. Ja, goed. Oké. Okay. Maar toen dacht ik, jongens, laten we dit dan doen. Ja. Dan kunnen we tegen de overheid zeggen, nou, we hebben het toch gedaan, joh. Problemen we hebben toch het probleem opgelost, weet je. Ja. Dus, en dat is eigenlijk ook een beetje de visie die wij hebben. Dus wij gaan kijken van, oké, wat is het probleem? En is het echt een probleem? Want iemand die veroorzaakt een probleem, maar je kunt daar heel snel soms een oplossing voor hebben door gewoon even anders te denken, anders te doen. En dan staat hij met zijn bek vol tanden. Dan zeg je, oh, maar ja, dat was eigenlijk niet de bedoeling. Ja, je hebt het gevraagd, nou hebben we het gedaan. Nou, is het goed, joh. Geweldig. Ja, ja. Wat ik ook interessant vind, want jullie producten die zijn echt op kwantumfysica gebaseerd. Mm-hmm. En als je kijkt naar de kwantumfysica, Masaru Emoto die heeft daar veel onderzoek naar gedaan. Ook naar, in combinatie met water. Dat je als je bepaalde woorden of intenties in water legt en je bevriest dat, dat er hele andere structuren komen. Als je hele mooie en fijne woorden en intenties neerlegt, dan zie je heel harmonieuze patronen. En als je daar wat minder fijne tot verschrikkelijke dingen neerlegt, dan zie je ook die patronen. Dan vond ik het heel interessant dat ik sprak laatst Hans Rietveld. Die vond het ook geweldig, die met Masaru Emoto. En die deed zijn eigen testjes ook. En hij vindt bijvoorbeeld hard rock vindt hij geweldig. En wat hij uit zijn resultaat kreeg, was dat
bij het hard rock, dat toch daar een fantastisch mooie harmonieuze structuur kwam. Ja. En dus dat betekent eigenlijk dat je zelf heel veel invloed hebt op een structuur, zeg maar, op een frequentie. Ja. Dus ook op de informatie die het water draagt. Kun je daar iets over zeggen, hoe dat in relatie tot jullie producten werkt? Of je daar zelf wel of niet mee kunt werken en hoe je dat dan doet? Ja, alles gaat om intentie. Alles gaat om intentie? Ja, alles draait toch om. Mm-hmm. Wat voor intentie heb je? Ja. Wie ben jij en wat voor intentie heb je? Wat is jouw doel eigenlijk? Ja. Weet je? En dat is ook een van de redenen waarom je dus bijvoorbeeld nooit kunt werken met bedrijven die dus niet die intentie hebben. Okay, ja. Dat kan niet. Nee. Dat gaat gewoon niet. Dan moet je zeggen, ja, jij niet dus. Ja. Je mag wel de producten gebruiken, daar gaat het niet om. Ja. Maar een samenwerking is een ander verhaal. En dat maakt het natuurlijk toch een beetje lastig. Ja. In deze tijd. Toch? Ja, hè? Zeker. Dus, en je weet gewoon dat op het moment dat je dus... kijk, er is een weg, hè, wat je mag afleggen, wat je kan afleggen. Maar je weet gewoon, je voelt gewoon, als ik hier naar links ga, dan stopt het. Mm-hmm. Dan is het over. Mm-hmm. En terecht. Ja? Ja? En terecht. Dus je kunt dit soort dingen alleen maar doen als je een zuivere intentie hebt. Mm-hmm. En dat maakt het, vind ik, wel heel erg bijzonder. Mooi. Omdat, zoals gezegd, ik zeg het vaker, water, het is gewoon een spiegel. Mm-hmm. Ja, ja. Het is een spiegel. Ja. Je krijgt precies terug wat je zelf uitzendt. Mm-hmm. Niet meer en niet minder. Ja. Ben ik benieuwd, want ik ben bij jullie ook even op de beurs geweest, even wezen kijken. Mm-hmm. En daar staan jullie in een hele grote hal, de waterbeurs in Gorinchem, met allemaal reguliere bedrijven. En er zijn natuurlijk allemaal reguliere bedrijven die daar dan ook rondlopen. Wat ontmoeten jullie daar dan? Ja, alles. Alles kwamen we tegen. Ja? Dat was mooi. Ja, en goed, kijk, ik ben een beetje een beursbeest. Contact met mensen is ongelooflijk belangrijk. Dit krijg je niet door een telefoonkabeltje geduwd. Dat gaat helemaal niet. Dus beurzen zullen altijd belangrijk blijven, want het contact van de mensen, dat is zo belangrijk. Okay. Ja. Dus ik sta daar niet gewoon zo voor te staan, weet je wel. Dus gewoon, dan komt iemand langs en dan ga ik hem vragen van, je bent hier op de beurs, nou, wil je iets zien? Want daar sta je voor, weet je. Ja. En daar krijg je hele mooie reacties, joh. En ik mag wel zeggen dat, er waren mensen die kwamen ook soms terug naar ons, hè, zo van, en die zeiden, ja, jullie zijn echt de meest innovatieve op deze hele beurs. Hmm. En wat je moet je bedenken, de hele tijd heeft eigenlijk de drinkwaterwereld eigenlijk een beetje stilgestaan. Ja. Dus er waren niet echt innovaties. Het was meer van, ja, koolstof gecombineerd met UVC of iets anders. Weet je wel, dat soort dingen dus. Maar niet echte innovaties. En volgens mij, ik mag wel zeggen dat dit echt innovatief is. Als je het voor elkaar krijgt om alle chemische producten gewoon weg te krijgen. Of eigenlijk om te zetten, als het ware. Ja, naar een natuurlijke stof. En ook nog eens een keer met 10 keer minder energie dan wat normaal een drinkwatermaatschappij nodig heeft om drinkwater te maken. Mm-hmm. Dat ook nog eens, hè? Ja. Je hebt dus geen resten. Je hebt geen onderhoud. Nee. Ja, hoe mooi wil je het hebben? Ja. Dus er waren ook natuurlijk mensen die reageerden zo van, ja, maar dat kan niet, joh. Dat is te mooi om water te zijn. Ja. Mm-hmm. Dat kan niet. Ja. Zo, ja. Ja. Maar er waren ook heel veel die heel verrast waren. Ja. Oh ja? En dankbaar. Er waren heel veel van de waterschappen. Er waren enorm veel mensen aanwezig van allerlei waterschappen in Nederland. Ja. En die waren echt aangenaam verrast. En die hebben ons ook allemaal complimenten zitten maken. En gezegd, jongens, alsjeblieft, ga hiermee door. Jullie jullie zijn de enige echte innovatie hier. Ik zie niks anders wat nieuw is. Alleen jullie. En dit is zo hoopgevend. Ga alsjeblieft hiermee door. En dan zeggen jullie van, ga jij er ook mee door? Tuurlijk. Want dat is natuurlijk waar het vandaan moet komen. Als je die mensen spreekt. En die moeten niet op hun kantoorstoel dezelfde dingen blijven doen als ze 30 jaar lang al doen. Dat is waar. Die moeten ook met de vuist op tafel slaan in hun organisatie. Ja. Van, ik heb wat gezien.
En dat gaan we gewoon doen. Ja. Hoeveel daadkracht heb je ontmoet bij dat soort lui? Als ik dat ongezouten mag vragen. Het moet nog gebeuren, zou maar zeggen. Kijk, er zijn voorzichtige stapjes gezet. Zo is het. Er is een proces. Hè? En dat begrijp ik ook heel goed. Hè? Je moet daar geduld hebben. Dus je moet de mensen ook eventjes aan dat handje pakken en meenemen op die reis. Ja. En dat is niet altijd even makkelijk. Nee. Geduld hebben en ook goed kijken van oké, wat heb je nog nodig aan informatie? Is natuurlijk ook heel belangrijk. Ja, heel veel voorbeelden denk ik van wat werkt, zeg maar, en al langer. En wat de resultaten zijn en tests en dat soort dingen. Ik kan me allemaal voorstellen dat hoe meer je daar mee geconfronteerd wordt, hoe meer je daarvan overtuigd raakt. Ja. Ja. Kijk dan, dus nu zijn we eigenlijk bezig met een stukje van stukje certificering. Hè, om daar dus te doen. Hè. We willen dus een Kiwa stempeltje, we willen dat soort dingetjes doen. Dat blijkt niet zo makkelijk te zijn. Hè, omdat, je moet je even bedenken dat zo'n instantie, die gaat kijken van oké, wat doe je? Ja. Nou, en in Nederland is het zo dat bijvoorbeeld zo'n Kiwa, die kan niet zeggen bijvoorbeeld van je maakt hier goed drinkwater van. Dat is niet aan hun. Nee. Ja? Dat is weer aan een drinkwaterbedrijf. Ja. Ja? Dus het enige wat hun kunnen kijken is van ja, voldoet het eigenlijk aan de eisen? Zitten er niet stoffen bij die bijvoorbeeld rare dingen doen, dat allemaal mag. Nou, dus tot daar gaat het. Alleen het punt is, het ding bestaat uit RVS. Ja. Het is een buis. Het zijn buizen. Ja. Weet je? Dus het komt niet in aanraking met ja, hoe wil je nou een buis certificeren? Of, hè? Nou, we zijn wel in het proces. Hè? Dus ik snap natuurlijk wel dat ook waterschappen zeggen, ja, we willen wel misschien graag iets met jullie, maar jullie moeten wel eerst dan een stempeltje nog en dit en dat. Hè? Want dat is gewoon gebruikelijk in die wereld. Mm-hmm. Dus goed, er zijn ook heel veel bedrijven die zeggen, nou, dat boeit me niet. We hebben hier een enorm groot probleem en we willen graag dat jullie het oplossen. Dus nou, daar praten we nu dus mee. Dat snap je natuurlijk wel. Ja. Maar wij zijn op weg om dat allemaal inderdaad te doen. Maar ja, goed, de particulier kan natuurlijk beslissen wat hij graag zou willen. Dus dat is aan hem. Ja. Dat vind ik dan wel heel fijn. Ja, dat kan. Snap ik. En er zijn genoeg mensen die dat doen. Ja. Ja. Is er een product waar je zelf het meest enthousiast over bent uit jullie lijn? Nou, ik zeg het curcuminewater. Ja? Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Ja, is toch wel. Ja, ik bedoel, dat is al 12 jaar geleden dat we daarmee begonnen zijn. Ja. En waar we zo in die 12 jaar tijd zo ontzettend veel reacties van mensen gekregen. Zo breed uiteenlopend ook. Dus ik vind het fantastisch, omdat het voor zoveel dingen behulpzaam is. Ja. Ja, dus ja, het is gewoon heel fijn als je mensen kunt helpen die gewoon radeloos zijn. Of zeggen van ja, ik weet niet meer wat ik moet doen, niks helpt. Je zegt, probeer dit eens. En dan komen ze met hele positieve verhalen terug. En ze komen steeds weer terug, omdat het hun zo goed helpt. Dan denk ik, ja, vind ik gewoon heel fijn om te horen. Nou, dat kan me voorstellen. En dan gaat het voor mij ook toch om van, ja, als iemand gezond is, ja, dan gaat hij gewoon weer doen waarvoor hij hier gekomen is. Hè? Ja. Curcumine wordt normaal niet echt opgenomen door het lichaam, tenminste heel moeilijk, omdat het dus waterafstotend is. Hè? Dus hydrofoob noemen we dat. En daarom moet je altijd het innemen met een ander stofje. Dus bijvoorbeeld een zwarte peper of, of dat het dus eigenlijk met liposomen wordt gemengd. Maar dat is feitelijk ook meteen het probleem, want zwarte peper en liposomen producten, dat zijn eigenlijk de producten die dus eigenlijk zorgen voor bijwerkingen. En waardoor dus eigenlijk je heel weinig kan innemen. En nog steeds komt het heel weinig het lichaam in. Nou en als je... tenminste, ons is het gelukt om de curcumine te veranderen van hydrofoob naar hydrofiel. Dus het gaat eigenlijk gewoon om dat stukje informatie, dat informatiestukje. En dat hebben we gewijzigd. Dus nu komt het gewoon in het water, wordt het opgenomen in het water. Het wordt helemaal opgenomen in de cel. Nou, dat hebben we dus ook in experimenten kunnen zien. En het mooie voordeel is daarvan, geen zwarte peper, geen andere producten. Dus hier kun je echt gewoon eigenlijk liters van drinken zonder enig probleem. Nul bijwerkingen, want er zitten maar twee dingen in. Dat is water en curcumine en that's it. Nou, handig. Kijk, als je bedenkt dat het grootste gedeelte van ziektes die we hebben ontstaan voor 80% uit ontstekingen. Ja, dan dus je krijgt zoveel reacties van mensen, zo uiteenlopend van...
van mensen die normaal dus als diabetes 2 hebben, type 2, dat ze dus niet meer hoeven te spuiten. Dat dus ontstekingen die gaan weg. Je kunt het eigenlijk niet zo gek verzinnen of het werkt wel. Maar ook echt serieuze, echt grote klachten. Ik bedoel, ik mag wel zeggen dat er wel een paar mensen nog rondlopen vanwege dat materiaal. Dus we staan hier in de ruimte, de laboratoriumruimte. Het is HACCP-ruimte, dat wil zeggen, het is voedselveilig. Hè? Dus je ziet het ook, speciaal materiaal en alles is mooi netjes afgewerkt. Geen hout, geen karton en dat soort dingen. Nou, we hebben dus ons helemaal aan die regeltjes gehouden van de HACCP-richtlijnen. Dus het is allemaal voedselveilig. En als we batches draaien, dan gaat dat naar het laboratorium en dan wordt het getest of het inderdaad of er geen bacteriën in zitten of andere nare dingetjes. Dus ik mag wel zeggen, het is wel een hoogwaardig product geworden. Curcumine honing is dus een hele goede biologische honing. En daarbij hebben wij het curcumine poeder, wat watertoegankelijk gemaakt is, dat hebben we aan toegevoegd. Kijk, als ik normale curcuminepoeder zou hebben en ik zou dat mengen met een honing, dan krijg ik een heel korrelig geheel. Maar nu krijg je gewoon een heel smeuïg geheel en die honing en die curcumine die wordt heel goed opgenomen in het lichaam. Dus wat honing doet, het gaat via de slijmvliezen heel makkelijk opgenomen worden. Dus je keel, je longen, je luchtwegen. En we hebben dus eigenlijk gezien dat het eigenlijk net als een medicijn kan werken. Ja, dus dat het gewoon de longen kan zuiveren. Dus mensen met bronchitis bijvoorbeeld. Of andere klachten met hoesten, griep, verkoudheid, pollenallergieën, astma. Daar helpt het gewoon heel goed bij. Het is de combi. In dit geval zie ik het zo dat de honing eigenlijk het transportmiddel is. En de curcumine is dan het wakingbestanddeel die eigenlijk ontstekingen opheft. Dat is wat het doet. Gewoon een klein half theelepeltje per dag pakken om je weerstand te verhogen. Dat kan je ook doen. Ja, bijvoorbeeld met de bronchitis hebben we een paar mensen gehad die zeiden van ja, als ik het dus pak, dan kan ik een bronchitisaanval ermee afwenden. Dat vond ik wel bijzonder om te horen. En ook heel veel mensen die gewoon zeggen van als ik verkouden ben of grieperig ben, pak ik het. Dan pak ik één lepeltje, misschien later op de dag nog eens één of twee. En dan voel je het gewoon wegzakken. Dan voel je dat het zachter wordt en ook bij keelpijn en dat soort dingen. Dus allemaal leuke reacties, goede reacties. Ja. Een prachtig werk wat jullie doen. Ja. Waar, wat kunnen we in de toekomst nog van jullie verwachten? Nog heel veel. Het houdt nooit op, joh. Het gaat maar door. Ik heb nog zoveel ideeën, zoveel wensen nog eigenlijk op mijn lijstje staan. Maar goed, we zijn nu bezig dus bijvoorbeeld met de Pure Blue Mini. Om die dus af te maken. Zou ik maar zeggen. Dat is het koelkastmodel. Ja. Waarbij die als zelfstandige unit voor landen die. En maar dat zou dus eigenlijk ook voor Nederland gelden. Zeker. Ja, eigenlijk wel. Ja. Kijk, het is zo dat. Het idee was eigenlijk geboren dat iemand uit Spanje die zei: ja, want het water is hier niet te drinken. Nee, dat is ook zo. Het is gewoon niet te drinken. Nee. En dus ik ben aangewezen op flessenwater. Ja. Of een filter. Hè? Maar ja, een filter is weer afval. Ja, en het haalt ook nog steeds niet echt de smaak van chloor eruit. Dus het is dan niet nou, jawel hoor, jawel. Dat doen best wel goede filters. Die kunnen daar best wel goed hoor. Dus okay. Dat is niet zo'n punt. Alleen het probleem is gewoon dat de mensen zien, het is weer afval. Ja. Ik produceer weer afval. Ja. En ze moeten het steeds weer kopen, heel vaak. Ze zitten best wel flinke kosten toch aan vast. Ja, dat is het ook natuurlijk. Dus dat had mij geïnspireerd in ieder geval om zoiets te zetten van, ja, daar moeten we een oplossing voor bedenken. Ja. Nou, dat is dus gelukt. En, maar het is zo goed gelukt dat we dus inderdaad ook daar alle chemische producten eruit krijgen. Ja. Die in het water zitten. Dus je ziet mensen die eigenlijk dat nu snappen. Zo van, ja, inderdaad, ons drinkwater is niet veilig. Nee. Hè? En filters, ja, die krijgen ook niet alles eruit. Hè? Dat is ook wel redelijk bekend. Tenminste, dat hoop ik als vanaf nu. Ja. Dus, hè? wat is dan een alternatief? Nou ja, goed, dan hebben wij een systeem, dat koop je één keer in je leven. Maar dat hebben we zodanig gemaakt, dat kun je aan je kleinkinderen geven. En die kleinkinderen kunnen het weer aan hun kleinkinderen geven. Want het is een systeem wat we gebouwd hebben. Er zitten componenten in, die allemaal uitwisselbaar zijn. Hm.
Zelfs als zou bijvoorbeeld een fabriek sluiten om te zeggen van ik krijg dat product, precies dat product niet meer. Er is altijd wel een ander product wat we in kunnen zetten dat het door blijft gaan. Dus nou, dat is een beetje ja, die visie van jongens, als je heel veel ondernemers hebben het erover. Hè? Ja, duurzaam. Ja, we willen moeten een andere wereld. We moeten dit doen, we moeten dat doen. Maar niemand doet het. Niet echt. Niet echt. Nee. Nee, ze praten wel erover. Hè? Maar dan maken ze weer iets en denken van ja, oké. Ja, maar niet echt helemaal. Hè? Nou, wij willen wel die weg lopen. Wij willen het wel doen. Nou, fantastisch. Is er iets wat je zelf nog zou willen inbrengen? Ja. Vertel. Nou, het is namelijk zo dat ik word steeds enthousiast. Je zei het al, hè? Curcumine. De curcumine is een heel mooi project. Ja. Nou kwam het zo dat een andere krant stond op een gegeven moment een rapport van McCullough. Professor Dr. McCullough. Ja. Dan weet ik niet of een dokter was een professor, maar in ieder geval. Dokter McCullough. Ja, en die had jaren terug, was die begonnen met een onderzoek. Mm-hmm. Om te kijken of die spike-eiwitten, dus de mensen die zich geprikt hebben laten, ja, die maken spike-eiwitten aan. En die, die doen allerlei kwaad in ons lichaam. Zeker. En hij was te kijken van, kan ik dat stopzetten, dat proces? En dat is hem gelukt. En dat is erover gemeld, dus een rapport. Ik heb het meegenomen. En dat lukte met natokinase, bromelijn en curcumine. Aha. En toen dacht ik, ja, maar wacht even. Dit is een inkoppertje. Ja? Want wij hebben de curcumine wateroplosbaar gemaakt. Die is heel krachtig. Veel krachtiger als dat niet zo is. Absoluut. Absoluut. Ik geloof dat maar 2% wordt opgenomen als je dat niet wateroplosbaar hebt gemaakt. 5%. Hè? Of 5%. Heel weinig in ieder geval. Ja. Echt heel weinig. Ja. Dus, en nu is het volledig opneembaar. Ja. We hebben er ook bewijzen van trouwens. Dit is ook echt bekeken. Hè? Dus onderzoekscentra en dat soort dingen. Hè? Ja. En dus ik heb meteen die spullen gekocht. Ja. En het mengsel gemaakt. En huppakee. En mensen kwamen het kopen natuurlijk. Maar het grappige ervan was, is dat mijn zus gebruikt dus curcumine. Ja. En die kwam toen en die zegt, ik heb iets voor je. Wil je dat eens proberen? Mm-hmm. Nou, dat heeft ze gedaan. En een week daarna stond ze op de zaak. Mm-hmm. Ja. En toen wilde ze me bedanken. Oh. Het had al gewerkt. Binnen een week. Goh. En waar werkte het dan voor? Het bleek dus dat zij zich dus ook heeft laten vaccineren. En dat heeft ze me wel verteld. Alleen ze heeft nooit verteld over hoeveel problemen ze had. Aha. En dat toen wel. Aha. Zei ze het ook. Goh. Overal en, pijn. Ernstige huiduitslag heeft ze. Heel moe. Zich heel raar voelen. Anders dan eerst. En dat was dus, ze zei na een week voelde ik me al helemaal anders. Ik had veel meer energie. Huiduitslag trok weg. Ja. Nou en... Het punt is, waarom zeg ik dat? Omdat steeds meer mensen zijn dat nu aan het gebruiken. En we krijgen steeds meer testimonials van mensen dat, echt, dat het gewoon echt werkt. En hoe heet het product bij jullie? Curcubron. Curcubron, ja precies. Ja, dus het is natokinase, bromelijn en curcumine. Ja. En daar word ik zo blij van. Nou. Goh. Dus het kan heel specifiek ingezet worden tegen vaccinatieschade. Ja. Er zijn heel veel mensen die daar baat bij zouden kunnen hebben. Ik hoop dat jullie er nog heel veel succes mee hebben in de komende jaren. Ja. En, dankjewel. Dank voor de komst naar de studio hier. Dankjewel. Het gaat lukken. Super. Dankjewel. Okay.